Pitch Your Company heet het. Het is de bedoeling dat ondernemers hun bedrijf kunnen verkopen. Of een product of een dienst. Maar ook heel erg dat ze leren van anderen. Dat ze feedback krijgen op hun eigen pitch. En dat ze daarmee in staat zijn om te groeien. En uiteindelijk te komen tot meer business. Hoe ik daarnet stond voor. Nou, ik ben dan misselijk en knikkende knieën. En dan ben ik heel erg bezig om dat niet te laten merken. En ik heb zoiets van, daar wil ik van af. Ja, ik heb er zeker wel van geleerd door het commentaar. Wat ook door alle mensen gegeven werd op de pitches die gegeven werden. Dat was inderdaad heel erg interessant. Door de feedback die je krijgt als je zo'n elevator pitch hebt gedaan. Dus de mogelijkheid die dan meer business jou biedt. Ja, dan krijg je die feedback, daar kan je iets mee gaan doen. Elke dag leer je wat bij. En hoe vaker je het doet, hoe meer je leert. Het werd ook eigenlijk heel goed ontvangen. Weinig mitsen en maren en toelichtingen. En dat is eigenlijk ook precies wat de bedoeling is van het geven van pitches. En de mensen waren ook van verschillende pluimage, verschillende achtergronden, verschillende opleidingen, verschillende interesses, verschillende bedrijven. Heel divers. Erg leuk. Je ontmoet steeds nieuwe mensen, steeds nieuwe bedrijven. En omdat wij landelijk werken, zie je steeds meer mensen. Iedereen die een eigen bedrijf heeft, profileert zich op zijn of haar manier. En dat vind ik gewoon geweldig om te zien alleen al. Ieder mens kan leren en ik leer heel graag. Dus ik leer van deze avond. Meer Business organiseert dit omdat wij geloven in het inspireren en helpen ondernemers succesvol te worden. Ik vind het heel erg goed en slim van Meer Business dat ze dus dit soort avonden genereren. Ik ben eigenlijk pas member geworden van Meer Business. En vind het een hele goede gedachtegang, een hele goede constructie. Ja, zeer succesvolle avond.